Ruim 1000 supporters zwaaiden NEC zaterdag uit in aanloop naar de wedstrijd tegen aartsrivaal Vitesse zondag in Arnhem. Er was vuurwerk, anti-Vitesse-liederen en ook suikeroom Marcel Boekhoorn was van de partij. De vorige derby was bepaald geen succes. De wedstrijd ging verloren en na afloop braken rellen uit. Dit weekend mag het niet nog eens misgaan. Ja, ik denk dat we daar met z'n allen van geleerd moeten hebben. En dat voelde ik vandaag ook wel terug. Morgen is een wedstrijd zonder uitpubliek. Nou, laten we ervoor zorgen dat het de laatste keer is zonder uitpubliek. En daarvoor hebben we normaal gedrag nodig. En vandaag was het volgens mij prima op de training. Wij werden daarin ondersteund richting morgen. Dat voelde je ook. En voor de rest was de sfeer ontspannen. En dat is ook wat je nodig hebt. Het is natuurlijk zuur voor de NEC-fans dat ze er zondag niet bij mogen zijn. Ja, maar natuurlijk is dat doodzonde, omdat het ook voor ons publiek een geweldige uitwedstrijd is. Je moet twee keer struikelen, je bent bij het stadion van de tegenstander. Dat is gewoon heerlijk, dat snap ik zelf ook. En het is ook een wedstrijd waarin je als supporter ook bepaalde emoties hebt. En daar wil je graag bij zijn. En daarom denk ik dat het belangrijk is dat we dit eenmalig moeten ondergaan. Nou, daarvoor hebben we wel onszelf nodig. Ook zonder uitsupporters is dit natuurlijk een beladen wedstrijd, erkent trainer Meijer. Ik heb gisteren ook tegen die groep gezegd, dit is een wedstrijd met emoties. Alleen je moet ook proberen gewoon je spel te spelen en er ook van genieten, omdat het gewoon hele mooie wedstrijden zijn. En dat gaan we morgen proberen. Middenvelder Lasse Schöne is geschorst nadat hij vorige week tegen een onnodige gele kaart aanliep. Dirk Proper wordt zijn vervanger. Ja, Dirk gaat spelen. Dat is niet denk ik een hele grote verrassing. Maar dit is eigenlijk de eerste keer in de competitie dat we Lasse missen. We hebben hem in de beker een keer gemist tegen Cambuur. Toen heeft Dirk het ook opgevangen. Het zijn niet helemaal dezelfde type spelers natuurlijk. Maar Dirk is gewoon een prima middenvelder die enorm goede ontwikkeling maakt. En op het moment dat er soms iemand niet is, staan ook andere mensen op. En dat is morgen een mooie dag voor. Rechtsback Bart van Rooij wil natuurlijk heel graag winnen en verheugt zich nu al op het feest na afloop. In dit soort wedstrijden leef je. Je hebt promotie mee mogen maken afgelopen seizoen. Nou, als ik ooit nog een keer een derby mag winnen, zou ik dat fantastisch vinden. Dan hier voor het stadion feesten met de supporters. Ja, dan misschien kan ik nog wel een carnavalspakje daarna uit de kast trekken. Maar dan zou ik het leuk vinden als er veel mensen staan. Maar dat verwacht ik eigenlijk wel. Vitesse NEC begint zondag om 11:15 en is natuurlijk live te volgen bij RN7.